Oké, lieve mensen. Ja. Welkom allemaal. Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Wij gaan actie voeren tegen de onnodige bomenkap hier in Park Brakkestein. Het college heeft een vergunning aangevraagd voor de kap van meer dan 200 bomen. En daarvan zijn zeker 67 gezond. Wij vragen ons af, waarom is dat nodig? Dat hoeft helemaal niet. In tijden van een klimaatnoodtoestand, een biodiversiteitsnoodtoestand, moet je dat gewoon niet willen. Moet je gewoon gezonde bomen laten staan. De bomenkap is nog niet definitief. De actiegroep hoopt nog invloed te kunnen uitoefenen. Het is nog niet in de raad. Er zijn wel raadsvragen gesteld door onze collega's van GroenLinks. En het antwoord daarop stemt ons allerminst gerust. We denken dat als we niks doen, dat er dan gewoon gekapt gaat worden. En de buurt heeft een prachtige petitie opgezet. We hopen ook dat heel veel mensen die willen ondertekenen. Op dit moment is die petitie al meer dan 3000 keer ondertekend. En dat geeft hoop dat er hopelijk ook geluisterd wordt door het college naar de inwoners van Brakkestein en alle omliggende wijken. De actie heet Geef bomen een stem. We proberen de bomen een stem te geven door linten om de bomen te doen. In ieder geval om een heel deel van de bomen. En om aandacht te vragen voor deze bomenkap. Want ze zijn ontzettend belangrijk voor CO2-opslag, voor het klimaat, voor biodiversiteit, voor koelte in hete zomers die we steeds meer gaan krijgen. Dus ja, ze nemen water op, ze bufferen water. Waarom zou je ze kappen? Laat ze alsjeblieft staan. Heel erg belangrijk voor toekomstige generaties.